Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, stopte samenwerking met de salafisten. Het was een bekend beleid geworden van Joziers van Aartsen. Zowel als burgemeester, tijdelijke burgemeester van Amsterdam. Maar zeker ook in Den Haag, waar hij met de scepter zwaaide. En dat was een bijzonder nieuws. Het ging door het land heen. En daar waren heel veel mensen waren er opgelucht over en tevreden over. Waaronder ik zelf. Want toen Femke burgemeester was, dacht ik ook van ja, ja ze heeft wel de revolutionaire dingen gedaan. Hè? De hoofddoek afslingeren. En een keer ooit voor een, uh, een raadgevend referendum gepleit. Samen met D66 en de PvdA. Maar ja, het is GroenLinks. Het is een partij die we kennen van het knuffelen met de vluchtelingen. Er is ruimte voor iedereen. Er wordt nog net geen brug gebouwd naar Afrika toe. En ik had er een beetje hard hoofd in. En uh, wat gebeurt er dan? Dan is er een burgemeester, niet lang in het ambt. En die maakt een drastische mooie keuze. Die zegt van nou, dat samenwerken met die is, dat gaan we stoppen. En ik denk dat daarmee heel veel mensen... Dat er aan heel veel mensen tegemoet is gekomen die angstig waren. Die dachten van nou luister, het salafisme, nou de burger weet ongeveer ook wel. Dat is, dat is de ideologie van een Saudi-Arabië, van een IS, van een Al-Qaeda, Ansar al-Sharia, noem al die groepen maar op. En uh, dan zou er een slecht salafisme zijn en een goed salafisme. En dan gaat de burgemeester, dat is toch, ja, toch het grote ambt van de stad, de uitvoerende macht, uh, daar, daar, daar cirkelt hij boven. En die gaat dan samenwerken met de salafisten. Het was een grijs gebied. Goede salafisten, slechte salafisten. En ik denk dat heel veel mensen opgelucht zijn dat die samenwerking nu gestopt is. En waarom denk ik zelf als bekeerling zijnde, ex-salafist... je kan wel zeggen een insider, waarom denk ik zelf dat het beter is... dat de burgemeester van Amsterdam gekozen heeft voor deze uh, distantie? Dat is namelijk zo dat uh, de voorganger van mevrouw Halsema, dus Van Aertsen... in zijn tijd in Den Haag, ging hij samenwerken met de Asuna-moskee. En de Asuna-moskee was een salafistische moskee... Die jaren terug geld inzamelden voor de Jihad in de Caucasus. Een beroemd islam, in een berucht islamitisch deel van de, het grote Rusland. Um, en daar kwamen ook allerlei figuren met wat radicaalere ideeën. Imam Fawas was daar de imam vroeger, die riep op op de minbar, op de preekgestoelte, riep hij op voor Terve -en, en Ayan Ali. Een ziekte die niemand kon genezen. En noem het allemaal maar op. Um, met andere woorden, opruimingen, bedreigingen, inzamelingen voor de jihad. Nou, deze moskee had op een gegeven moment zijn koers gewijzigd. Uh, Imam was werd eruit gegooid. Ik heb ooit een brief onder ogen gehad via contact in Den Haag. Dat zou dan een interne brief zijn waarin er uh, ook wordt gezegd van nou die Favaas die maakt eigenlijk zoveel romslomp met zijn, met zijn felle uitspraken. Die zet onze inkomsten van uh, kinderen die in het weekend extra godsdienstlessen krijgen of Arabische taallessen. Die, die, die kinderen komen dan in het weekend. Die ouders betalen daar geld voor. Ja, die inkomsten worden onder druk gezet. Want dat wordt een soort beruchte moskee. Nou, de normale moslim in de straat en daar heeft daar geen trek in. We denken vaak, uh, oh jee, de islam een soort collectief. Dat is radicaal. Maar heel veel moslims hebben helemaal geen zin in radicaliserende kinderen of een radicale moskee. Uh, dus die inkomsten kwamen onder druk te staan. Nou, Vawas wordt er uitgegooid. Ja, in die brief zag ik al, dat was niet echt een heel ideologisch verhaal. Daar stond niet van, was, jij... Uh, uh, schamt de democratie, of die treed jij met de voeten? Of jij bent uh, jongeren op ideeën aanbrengen die niet stroken met de openbare orde? Nee, het was een vooral een financieel verhaal. Hij moest eruit, hij liep in de weg. Hij was een beetje een olifant in de porseleinkast. Dan gaat die Asuna-moskee zich veranderen. Daar worden boeken ge geproduceerd, mooie boeken overigens. Uh, daar komen lezingen. En uh, het meest markante, die gaan dus samenwerken met, met Josias van Aartsen, met, met de gemeente Den Haag. Uh, dat komt onder andere tot uiting dat er met oud en nieuw wordt gepatrouilleerd door gerokte salafisten. met die gewaren en een reflecterend hesje aan. En die gaan dan door bijvoorbeeld de Schilderswijk. Uh, om de jongens te vermanen. van geen rotje in de put. en niet in de voortuin van iemand. en pas op je vingers en zo. En dat is het punt dat ik bij mezelf denk: van hier gaat het fout. Hier gaat, gaan we het seculiere, algehele, voor iedereen geldende gezag. politie, handhaving, de BOA's en het bij vervoer. Uh, die gaan, ...de stadswachten, die gaan we nu een beetje vervangen met moslims. Ook van orthodoxe snit. En wat doe je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk tegen de Marokkaan in de straat... ...ja, oké, okay, <coughs> pardon, uh, jij hebt een uh, wantrouwen tegen de blanke agent uh, Jeroen... Jij hebt misschien een hekel aan blanken. Hè? Dat is ook iets wat we horen. We hebben het in Poelenburg, in die Zaanse wijk, hebben we het gehoord. Daar waren de vrienden van Ismail Ilgun die riepen, alle tata's, alle blanken moeten dood. Nou, dat leeft wel in die wijken. In ieder geval wantrouwen tegen de blanke buurman die de boel verraadt door de politie te bellen. Of uh, de blanke wijkagent. Nou, dat, dat kunnen wij begrijpen als gemeente. Je hebt een hekel aan blanken en een hekel aan agenten. Wat doen we nou? We gaan naar de moskee. Daar hou jij wel van. Daar houdt jouw vader ook van. De islam, dat is jouw godsdienst. En dan pakken we daar een aantal knullen uit die de islam beleiden, waar jij tegenop kijkt vanuit een soort schuldgevoel. Van ik ga naar de hel met me uitgaan, meisjes neuken, drinken. Maar ja, die jongens, mijn leeftijd, hebben wel die baard, die gaan wel bidden. Dus ik een soort schuldgevoel van zij zijn op het rechte pad, ik niet. Dat geeft een autoriteit binnen de islamitische dimensies, niet de democratische dimensies. Daar pakken we een paar jongens en die gaan rondlopen. Die gaan jou vertellen, als jonge Ali of jonge Redouan. Laat dat rotje liggen, niet in de voortaan gooien, geen overlast en ruim je rotsen op. Dus de fout die daar gemaakt wordt is: we gaan uit het secularisme gaan we, en we gaan met dit islamitische gevoel van deze jongens zijn vroom en jij niet. Dus dat ontzag wat er bij de jonge generatie Marokkanen en in mindere mate ook Turken leeft: het ontzag voor wie de islam beleidt. Dat gaan we als tool gebruiken dat de jongens niet misdragen. Dus je, je, je erkent dat ze niet luisteren naar de handhaving, de BOA's, de stadswachten, de politie, de brandweer. Daar luisteren ze niet naar. Zelfs uh, ambulancepersoneel wordt lastiggevallen. Prima, dat accepteren we. En dan pakken we de koektrommel van de vrome jongens. En daar halen we dan het koekje uit wat ze wel willen eten. Dat is iets van lafheid. Dat is iets van we weten het niet meer. Dat is met je mond roepen: we zijn inclusief. En die multiculturele samenwerking die werkt. Maar met de praktijk, met de handen. Erken jij dat die multiculturele samenleving niet werkt? Blank en getint en ingewieden scheidt zich los. De ene woont in een Belmer, de andere in Amsterdam Zuid, die in -en Lommer. Ze gaan splitten, ze gaan uit elkaar. Ze hebben misschien alleen wat interactie op hun werkvloer of wat dan ook. Um, en dat ga je ook nog erkennen. Je gaat zo'n zeil ook nog die ontstaat erkennen. Je gaat zeggen van nou, voor jou geen wijkagent, voor jou geen handhaving, jou geven we een, een religieuze moslim. Dus met die praktijk geef je eigenlijk aan dat de multiculturele samenleving gewoon voor geen meter werkt, vooralsnog. Ik wil niet te veel in de doen scenario's kruipen vandaag, maar vooralsnog wil het niet werken, want jij pakt een, 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 een begeleider, een gezag pak jij, uit iemands eigen ras, uit iemands eigen cultuur, uit iemands eigen godsdienst. Dat is een doodlopende weg. Nog een belangrijk punt wat ik wil aansnijden is de moskee, de verandering. Nou, we hebben al gezien, ik heb die brief onder ogen gezien, die was niet in mijn bezit, dus ik heb hem niet bij me. Uh, die was in het bezit van uh, Azedine Shikut. Dat is een uh, inmiddels veroordeelde... Uh, uh, ja, die werd veroordeeld voor ronselen. Was vroeger een vriend van me. Dat was een beetje uh, de emir. Dus de leider van uh, straatdouwen. Het groepje van theocraten. Hè. De ene helft is uitgereisd. En de andere helft loopt nog de islam te verkondigen op straat. Uh, Sommigen zitten, zitten vast in Marokko. Of noem het allemaal maar op. Nou, hij had die brief in handen gekregen. En liet mij die zien. En daar zien we al dat het dus in de verandering van de Asuna moskee en die Asunimus heeft staat in Den Haag. Maar ik zeg al Josius van Aartsen, het beleid wat Femke heeft aangepast, dat, dat, dat heeft zich daar op het dieptepunt bevonden in dat Den Haag van van Aartsen. In die brief staat dus geen verandering vanwege ideologie. Jongens, we zijn theocraten geworden. Shit. Dit is niet seculier, dit is niet gezond. Zo moet je jongeren niet willen opvoeden. We gaan terugkeren naar een meer democrat. Nee, het ging om financiën. Het ging om de druk vanuit de samenleving minder inkomsten. Die Asunomaskeren zijn salafisten. En die salafisten die zeggen: wij dragen een jurk, wij poetsen onze tanden met een stokje, wij dragen lange baarden, we geven niet een mode. We hebben een patriarchaal en homofoob gezinsverband en subcultuur. En dat doen we, want we moeten vasthouden aan de selve salih, Aan de <coughs> vrome groep met gezellen. Dat zijn de vrienden van Mohammed, de omstanders, de daaropvolgende generatie en de generatie daarop. Die drie belangrijke eerste generaties. Daar willen ze zich op baseren. Dus er moet opeens standig gepoetst worden met een stokje en je moet een jurk aan. Homers, dat is allemaal niet chill. Vrouwen, die moeten lekker koken, kinderen baren. Dus 1400 jaar terug in de tijd. Hoe kan het dan in godsnaam dat je in 10 jaar tijd... als je 1400 jaar teruggrijpt met al je daden, al je handelingen... familiair en ethisch en hoe dan ook... dat je opeens in 10 jaar tijd kan veranderen? Dus jij bent een salafistische moskee. Jij ziet er anders uit dan Turkse moskeeën, dan Surinaamse moskeeën... Je ziet er anders uit dan traditioneel Marokkaanse moskeeën, een heel eigen koers met eigen handelingen, want 1400 jaar terug. Hoe kan je dan veranderen in tien jaar tijd? Van een, uh, zoals de Telegraaf het zou noemen, een haathut, en ik moet er wel om lachen, dus een theocratische moskee met conservatieve eigenschappen, verander je in tien jaar naar een, uh, een boekendrukkende, met, met de burgemeester meelopende, op straat patrouillerende voor de veiligheid moskee. Hoe gaat dat dan? Nou, die verklaring, die verandering, die is nooit theologisch verklaard. En dat wil dus ook zeggen dat die dus. Uh, dat we er niet vanuit kunnen. We kunnen als beleidsmakers, als Nederlanders, of je nou een burgemeester bent of een agent of wat dan ook, kun je niet vertrouwen op een niet-theologische verandering van een, van een kerkgenootschap of Moskeeën. Want morgen kunnen ze weer omslaan. Kijk, bij de Protestanten weten we duidelijk, bijvoorbeeld de Calvinisten en de Lutheranen... Op die en die vlakken onderscheiden zij zich van de katholieken. En daar kun je op, op bouwen. Daar kun je op, op aan. Er is een catechismus, dat is theologisch uitgewerkt. Ze hebben andere sacramenten, of sommigen hebben geen sacramenten meer. En daar kun je op bouwen. Maar, maar, dit, maar deze verandering, die, die microverandering in één moskee, dat kan dus heel makkelijk pragmatisch zijn. Het zou dus heel goed kunnen, en dat, dat is natuurlijk het geval, dat ze helemaal niet veranderd zijn. Dat er helemaal geen Luther of een Calvin rondloopt. Maar dat daar een bischop rondloopt die denkt: van nou ja, de homo's, de vrouwen, de veiligheid, ja, geld. Aflaten, daar gaat het me om. En dat hebben we in onze eigen geschiedenis genoeg gehad. En we hebben nog steeds figuren vanuit dat soort kerken... die meer belust zijn op invloed en geld en seksualiteit... dan op theologie, veiligheid en democratie. En toch is dan zo Van aardse daarmee in zee gegaan. En ik vind dat dat is het grootste verdienste tot nu toe van, van Femke. En ze is daarmee een voetballer die in de eerste vijf minuten al scoort. En dat is knap, dat is prijzenswaardig. Zij neemt er afscheid van. Dat mistige, dat drassige. Zij heeft het lef gehad om te zeggen van nou... Dat is allemaal zo'n zo zo drapperige ertessoep. Kan ik niet doorheen kijken. Daar stoppen we mee. En dat is eigenlijk heel links. Want de, uh, links heeft vroeger, hè, rood, helemaal niet zoveel opgehad met geloof. Er werd gebonkt aan de kerkdeuren. Homos emanciperen, vrouwen emanciperen, gelijkheid. En niet meer die zaal, niet meer dat collectieve. Dat was links. Dat was bonken op de deuren. Een rol die nou bij hoeken uh, 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 ligt in de samenleving, zoals dus geen Stijl. Die nog wel zo op die manier bonken. Of bijvoorbeeld het cabaret van Hans Steeuwen die nog wel op die manier daar durven te, te, te peuteren aan de wonden. Um, en dus, dus Femke Halsema is een soort van neo-links. En dat vind ik een hele boeiende ontwikkeling, vind ik dat. Ik heb vorige week gesproken met Karel Brendel, um, die beschouwt zichzelf ook zo. Je ziet zulke ontwikkelingen ook rond bijvoorbeeld een Terstal. Ze blijven links, ze zitten daar op, een, op, een, op, op de linkerkant van het spectrum. En vervolgens zijn ze in staat om... Kanttekeningen te maken of kritiek of beleid, in het geval van mevrouw Halsema, is het meest interessante, het meest concrete. Wat strookt met het oude links en breekt met het nieuwe links van, ja, maar de moskeeën en contacten en dat moet goed gaan en we hebben allemaal regenboognatie. Dus ik vind het stoer. Ik vind het stoer om dat, bruggen, dat naïeve bruggenbouw, ik noem het dat de piepschuimenbruggen, om daarmee te stoppen. Want je laat ook zien dat als politicus wil je graag ook beloftes doen, hè? Van, of je wilt ook leveren. Je wilt, kijk, in Amsterdam zijn we allemaal bevriend. We zijn allemaal één grote familie in Amsterdam. Nou. De burgemeester, nu, mevrouw Halsema, heeft gezegd: van nou, niet te snel, niet te snel knuffelen. We gaan even een stap terug. En dat is voor een democratische politicus, is dat, wat we zien hoe populair bijvoorbeeld een Obama is, hè, knuffelen, bruggen bouwen, dat is gewoon een heel verleidelijk iets. Wat ook verleidelijk is, is bijvoorbeeld een heel rechtse houding, zoals Wilders, heel negatief. Maar wat stoer is, is daartussen. Om te kunnen zeggen van nou. Um, we hebben een luisterend oor. Hè? Mevrouw Halsema heeft tijdens haar, haar speech gezegd in het begin: Van ik ben er voor die gesluide vrouw die wordt lastiggevallen. Maar ik ben er ook voor die homo-moslim. En dat is zo'n boeiende nuance. Is dat. En um, ik denk dat dat heel prijzenswaardig is. En ik ben er heel optimistisch over. En um, ik ben blij dat we met deze salafistische moskeeën. die niet goed kunnen uitleggen theologisch waarom ze veranderd zijn. Het, is, het zijn slagen die hun eigen vlees keuren. En aan de andere kant, dus dat element van uh, etnische minderheden. Hun eigen gezag geven en dus dat seg die segregatie en misschien wel racisme uh, of, of christen en atheïstofobie. We hebben het vaak over islamofobie. Misschien als jij niet aangesproken wil worden als moslim door, een, door agent Jeroen, ben jij wel een, een christenfoob of ben jij wel een atheistofoob? Dus ik ben blij dat die twee elementen, de naïviteit van het vertrouwen van salafisten en het inzegaan met segregatie, dat dat nu in Amsterdam opgeschort is. En ik denk dat dat nu een enorme winst is. Nou, tot zover, en ik hoop u uh, snel weer te zien hier op dezelfde zender, op hetzelfde YouTube-kanaal, op hetzelfde beeldscherm van je computer.